Het beëindigen van discriminatie op basis van seksuele oriëntatie is een belangrijke stap naar een meer rechtvaardige samenleving. Tijdens de discussieavond over huwelijkgelijkheid en LGBTQ-onderwerpen zei Christen Touriba, gewezen Franse minister van Justitie, dat het praten over huwelijkgelijkheid belangrijk is, omdat het staat voor gelijke rechten en erkenning van huwelijken, ongeacht het geslacht van de partners. Het is een cruciaal onderdeel van de bredere strijd voor de rechten van de LGBT-gemeenschap. Het concept van gelijke huwelijksrechten heeft uiteraard een diepgaande impact op verschillende aspecten van de samenleving. Touriba merkt op dat gelijke huwelijksrechten een overwinning voor fundamentele mensenrechten en een stap voorwaarts naar een meer inclusieve en rechtvaardige samenleving vertegenwoordigen. It's not you stop being married with somebody you love. You have to marry with someone same sex of you. It's not that. You live your life, and two people of same sex who love themselves and who want to marry, they got the right to marry. What's the question? What's the problem for you? In your house, in your mind, in your head, in your job? What is the problem? I'm not able to see the problem. I'm not able. Het huwelijk biedt essentiële juridische bescherming en erkenning voor koppels en hun gezinnen. Ook opent het de deur naar zaken als erfrecht, sociale zekerheid en gezondheidszorgvoordelen. Deze rechten zijn van bijzonder belang voor LGBT-koppels die vaak werden uitgesloten van deze voordelen vanwege hun seksuele oriëntatie, merkte Toubira op. This has an impact on all part of their life. It's not only we marry today and tomorrow, oh, for the job it's hard. For the family it's hard. For health it's hard. And all these things, heritage and all of this. Deze historische stap naar huwelijkgelijkheid zal ongetwijfeld een mijlpaal zijn voor LGBT-activisten en voorvechters van gelijkheid over de hele wereld. Het vertegenwoordigt een overwinning voor fundamentele mensenrechten en een stap voorwaarts naar een meer inclusieve en rechtvaardige samenleving, besloot Toubira.